Op de klimaattop in Parijs is zojuist een akkoord gesloten. Opluchting en blijdschap bij de 195 delegaties. En verder het nieuws vandaag. Kamervoorzitter van Miltenburg is per direct opgestapt vanwege de tevendeal. De harde woorden van de commissie Oosting en de voortgaande discussie omtrent mijn persoon doen het ambt van voorzitter te veel geweld aan. En in Saoedi-Arabië kunnen vrouwen voor het eerst stemmen. Goedenavond. Na een uitputtingsslag van 2 weken, na nachtenlang onderhandelen en zelfs verlenging van de top, is het een half uur geleden dan toch gelukt. Op de klimaatconferentie in Parijs is een akkoord bereikt. Ministers van de 195 landen zijn het eens geworden over maatregelen tegen klimaatverandering. Een baanbrekend historisch akkoord wordt het genoemd. Volgens dat akkoord mag de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden stijgen. Het liefst met niet meer dan 1,5 graad. Verder moeten de afspraken elke 5 jaar worden aangescherpt als dat nodig is. En er komt vanaf 2020 jaarlijks $100 miljard beschikbaar voor arme landen die de gevolgen van de klimaatverandering moeten opvangen. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle. Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. We gaan naar Ron Linker in Parijs. Ja, opluchting en applaus horen we. Maar hoe moeilijk is het de afgelopen uren geweest? Nou, ik denk dat je dat een beetje kon zien aan de ontlading in de zaal bij de gedelegeerden, bij de politici. Je kon het ook zien aan de opluchting op het gezicht van Laurent Fabius, de Franse minister die de onderhandelingen heeft geleid. Het is nogmaals gebleken, zelfs tot op het allerlaatste, hoe moeilijk het is om met 200 landen een afspraak te maken. En dat is nu dus toch gelukt. Het is een historisch akkoord. Voor het eerst in de geschiedenis hebben alle landen van de wereld afgesproken om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen terug te dringen. Dat betekent op termijn afscheid nemen van het gebruik van fossiele brandstoffen. En dus alles bedoeld om gevaarlijke klimaatverandering te kunnen voorkomen. Een historisch besluit, moeilijk genomen. En dus zag je ook nogmaals hoe moeilijk het is om al die kikkers in de kruiwagen te houden. Dat bleek al vanochtend toen de definitieve tekst hier gepresenteerd werd. Terwijl delen van het conferentiecentrum al verlaten zijn, klopt het hart van de klimaattop vanochtend als niet tevoren. Diplomaten en bewindslieden haasten zich moe en gespannen naar de plenaire zaal. Do you think there's going to be a final agreement now? I hope so. C'est rare d'avoir dans une vie l'occasion de changer le monde. Vous l'avez, cette occasion-là. Na de openingsspeeches is de sfeer opgetogen en positief. Ik vond het heel bijzonder. Het was bijna een magisch moment, denk ik. De zaal die zinderde en er was ontzettend veel steun voor het Franse voorzitterschap. Het is nu een uurtje nadat de speeches in de grote zaal zijn gehouden. En iedereen verdrinkt zich nu voor deze balie, waar de papieren versie van de slottekst wordt uitgereikt. De ruim 3000 journalisten lezen de nieuwe tekst ingespannen. De gezichten bij milieuorganisaties staan een stuk bezorgder. Volgens Greenpeace is dit voorstel hoopvol, maar onvoldoende. Als je kijkt naar de plannen van alle landen bij elkaar en die bij elkaar optelt, dan zie je dat het niet voldoende is om klimaatverandering tegen te gaan. Toch is het Nederlands bedrijfsleven er blij mee. Het bedrijfsleven Nederland betekent dat wij al op de goede weg zijn, maar ook onze technologie die we allemaal ontwikkeld hebben, onze energiezuinige en CO2-arme technologie, ook internationaal veel makkelijker kunnen gaan vermarkten. Dus er ligt een wereldmarkt voor ons open. Het is dus goed nieuws eigenlijk. Het is heel erg goed nieuws. We zijn dus zeer content met dit akkoord. En dat is misschien wel terecht, want voor het eerst omarmen bijna 200 landen het klimaatprobleem. Ja, terug naar jou, Ron. Het is dus gelukt. Maar waarom lukte dat nou eerder niet en vandaag wel, zo'n akkoord? Nou, als je het mensen hier vraagt, dan hebben ze het over 2 factoren. Ten eerste noemt iedereen toch het Franse voorzitterschap.
Er is alom lof voor de manier waarop de Fransen dit proces hebben geleid. En je herinnert je het, dat begon met die strategie om alle staatshoofden en regeringsleiders hier naar Parijs te halen. En vervolgens begonnen dan de echte onderhandelingen. Dat was een riskante strategie, maar hij heeft uiteindelijk toch geleid tot dit akkoord. En ten tweede hoor je hier analisten ook spreken over de gunfactor. Men gunde het Frankrijk om dit akkoord te hebben. Want Parijs, deze stad hier, die een maand geleden bijna op de kop af zo hard getroffen werd door die bloedige aanslagen. Dat Parijs, dat heeft men dit akkoord gegund. Maar er zijn natuurlijk ook de inhoudelijke argumenten voor het succes, zoals de diplomaten dat hier noemen. Die argumenten gaan dan veel meer over een bewustwordingsproces dat al de laatste maanden is ingezet. En dat zag je bijvoorbeeld terug uit de betrokkenheid hier bij deze klimaatconferentie van burgers, van bedrijven, van milieubewegingen. Een veel breder gedragen akkoord is er daardoor uitgekomen. En dat zijn de factoren die hebben geleid tot het succes hier in Parijs. Ja, Ron, wat gaan wij nou in Nederland merken van het akkoord? Nou, de gevolgen lijken op termijn groot te zijn. Uiteindelijk zal ook Nederland dus afscheid moeten nemen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dus dat betekent dat we aanpassingen zullen moeten zien in het beleid op allerlei terreinen. Denk bijvoorbeeld ook aan de gevolgen die het verdrag, die dit akkoord kan hebben. Uiteindelijk zal het er moeten toe leiden dat de zeespiegel niet zo gevaarlijk stijgt. En dat is natuurlijk voor een laaggelegen land als Nederland uiterst belangrijk. Ron, dank je wel. Ja, ze lag al een tijd onder vuur, maar uiteindelijk is de Teve-deal haar fataal geworden. Anouska van Miltenburg stapte vanmiddag op als voorzitter van de Tweede Kamer. Ze vernietigde een brief met kostbare informatie over die Teve-deal. Maar zelf vindt ze dat ze niks verkeerd heeft gedaan. De harde woorden van de commissie Oosting en de voortgaande discussie omtrent mijn persoon doen het ambt van voorzitter te veel geweld aan. De commissie Oosting stelt in haar rapport dat ik de inhoud van een strikt vertrouwelijk verkregen brief had moeten delen met de commissie. Ik heb de vertrouwelijke afspraken gerespecteerd en vind dat ik zorgvuldig heb gehandeld. Maar ik wil de functie van voorzitter niet langer belasten met deze discussie. We praten verder met Xander van der Wulp. Die is in de Tweede Kamer bij de voormalige werkplek van Miltenburg. Ja, ze zou eigenlijk deze week nog met de Tweede Kamer in debat gaan, hè, over haar rol als voorzitter zijnde. Maar ze heeft dus blijkbaar toch besloten om dat gewoon niet eens te laten gebeuren. Nee, ze heeft nog wel een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de antwoorden op alle vragen die Kamerleden deze week aan haar hadden gesteld. Maar ondertussen was ze zelf tot de conclusie gekomen dat het niet meer kon. Haar vertrek was inderdaad echt onvermijdelijk geworden. Deze week is vast komen te staan dat het haar in de nasleep van die Teve-deal heeft ontbroken aan het juiste politieke gevoel. Ze heeft zelf een stuk vernietigd waarin alles eigenlijk stond, alle antwoorden op alle vragen die er waren rond die deal. En dus kon het niet meer. Maar je kan ook vaststellen dat het zeker een optelsom was voor haar. Ja, want ze lag al eerder onder vuur, hè? Ja, ze misten het gezag. 2 jaar geleden klaagden fractievoorzitters al anoniem over haar. Ze noemden haar totaal ongeschikt. Ze spraken over een leidensweg. En ik denk inderdaad dat je kan zeggen dat het een leidensweg geworden is met vele incidenten. Anouska van Miltenburg is erg blij als ze in september 2012 gekozen wordt als voorzitter van de Tweede Kamer. Die lach die heb ik gelukkig vaak bij me. Zelf heeft ze het erg naar haar zin op die plek. Ja, ik ben vandaag als was in jullie handen. Maar al vrij snel na haar aantreden komt er veel kritiek. Zo botsen met CDA-leider Buma, die haar partijdig vindt. Ik vind eerlijk gezegd dat u als voorzitter te veel er toch een ander debat van probeert te maken. Ik voel me eigenlijk een beetje onheus bejegend. Als ik u het gevoel heb gegeven dat ik heb gestuurd, dan bied ik u daar mijn nederige excuus voor aan. Hiermee is de regeling voorbij. Ik schors de vergadering voor 5 minuten. Fractievoorzitters klagen zelfs anoniem over haar in de krant. En recent krijgt ze bakken kritiek als ze niet ingrijpt als Geert Wilders de Tweede Kamer een nep-parlement noemt. Dit nep-parlement, want dat is het, een nep-parlement. Ik vind dat de voorzitter die een hele, laat maar zeggen, afstandelijke manier van voorzitten heeft, hier echt een fout heeft gemaakt. En vandaag treedt ze af als voorzitter van de Tweede Kamer. De afgelopen 3 jaar waren niet altijd gemakkelijk. Maar ik kijk met een voldaan gevoel terug op deze bijzondere jaren. Dank u wel. We blijven elkaar zien. Want weg uit Den Haag gaat ze niet. Ze blijft aan als Kamerlid voor de VVD.
Xander, heeft de VVD nog geprobeerd om Van Miltenburg te redden? Nou, na al die incidenten rond haar is de VVD in ieder geval niet keihard om haar heen gaan staan. Maar je kan ook weer niet zeggen dat ze haar hebben laten vallen. Want ze mag dus wel gewoon in de Tweede Kamer blijven in de VVD-fractie. Wordt wel een opvallend beeld, denk ik hoor, straks hier in die bankjes van de Tweede Kamer. Fred Teven naast Anoushka van Miltenburg gewoon in de VVD-fractie. En politiek gezien kan je zeggen dat de VVD inmiddels wel een hele hoge prijs betaalt voor die deal 15 jaar geleden. Opstelt weg, Teven weg en nu ook een Kamervoorzitter weg. Ja, wat zijn de reacties, Xander? Nou, uit die reacties blijkt vooral dat de VVD niet moet denken dat het hiermee gedaan is. Want de druk op premier Rutte blijft groot. Ook de druk op de nieuwe bewindslieden op Veiligheid en Justitie van der Steur en Dijkhoff blijft groot. Komende woensdag wordt het een spannend debat hier in de Kamer. En over het aftreden van Miltenburg zegt iedereen dat ze dat vooral wel begrijpelijk vinden. En over een opvolging, is daar al iets over bekend? Nee, eigenlijk niet. Volgende week, deze week, zit op die stoel Khadija Ariep, de huidige ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Zij zal de taken voorlopig overnemen. Maar eigenlijk weet niemand hoe het verder gaat en hoe het verder precies moet. Want er zijn niet zo heel veel voorbeelden uit het verleden. Het is maar één keer eerder gebeurd dat de voorzitter van de Tweede Kamer vroegtijdig opstapte. En dat is meer dan 100 jaar geleden, in 1912. Xander, dank je. Hebben Nederland en België gesjoemeld toen ze probeerden om het WK voetbal van 2018 binnen te halen? Volgens de Volkskrant zou er in 2009 10.000 euro zijn betaald aan een Afrikaanse stemmenronselaar. Een klein bedrag, maar toch, het mag niet. België en Nederland staan klaar om de wereld te ontvangen. Premier Balkenende, Ruud Gullit en Johan Cruijff. Het waren niet de minsten die zich in 2009 persoonlijk inzetten om het WK naar Nederland en België te halen. Voetbal zit Belgen en Nederlanders in de genen. Voor de promotiecampagne was bijna 10 miljoen euro beschikbaar. De Volkskrant schrijft vandaag dat 10.000 euro daarvan is betaald aan een Afrikaanse stemmenronselaar, Amadou Diallo. Hij was de rechterhand van deze man, Mohamed Bim Hamam. Die was tot 2012 bestuurslid van de FIFA, maar werd levenslang geschorst vanwege omkoping. Het bedrag van 10.000 euro zou door een Belgisch lid van het biedingsteam zijn betaald. Volgens de Belgische Voetbalbond zijn er geen stemmen mee gekocht, maar was het bedoeld als vergoeding voor reiskosten en lobbywerk. Rond het toewijzen van WK's hangt vrijwel altijd een zweem van corruptie. Zegt NOS-voetbalcommentator Arno Vermeulen. De Amerikaanse minister van Justitie, Loretta Lynch, zei het onlangs nog. Er gaat wel $200 miljoen om daar in de corruptie bij de FIFA. Dan streekt die 10.000 euro daar wel heel schril bij af. En wat moet je dan? Stel dat je toch zegt van ze zijn fout geweest en je gaat een straf uitdelen. We weten eigenlijk allemaal dat Rusland en Qatar bot over bot hebben gedaan om die stemmen maar binnen te halen. En toch zegt de FIFA, we laten dat WK in die twee landen. 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. In Nederland dan, in België, ze gingen er in de tweede ronde al uit met maar 4 stemmen. Ze mochten het helemaal niet organiseren. Dus wat voor straf kun je dan nog geven? Ja, en de KNVB stelt een eigen onderzoek in naar de besteding van die 10.000 euro. De Fransen gaan morgen naar de stembus voor de tweede ronde van de regionale verkiezingen. Bij de eerste ronde, vorige week, werd het Front National de grote winnaar. Onder andere door Marion Marshall Le Pen, kleindochter van Jean-Marie Le Pen. En nichtje van partijleider Marine Le Pen. Met veel aanhang in de Provence. Schaatsen in de Provence. Het is er koud genoeg voor hier in Carpentras. De politieke thuishaven van Front National vedette Marion Maréchal Le Pen. Namens dit kiesdistrict zit ze in het nationale parlement. Nu is ze uit op een meerderheid in de regionale raad. Maar anders dan op de affiches krijgt niemand haar vandaag te zien. Campagne voeren mag niet meer. De zaterdag is, vinden ze, om na te denken wat je zondag gaat stemmen. Moi je suis plus Marine. Oui. Et pourquoi? Tout simplement, faut donner un peu de chance. On a eu la droite, on a eu la gauche. On sait ce que ça a donné et pourquoi pas. C'est notre devoir de citoyen hein, d'aller voter. Mais je ne sais pas pour qui voter. Voilà. Gisteravond werd er, weer zonder Marion, nog een laatste campagnebijeenkomst gehouden in een restaurant op een anoniem industrieterrein. Een matig bezochte bijeenkomst.
Het lijkt erop dat veel mensen zich een beetje generen om openlijk voor hun keuze uit te komen. Hier zie je dat het Front National een ander soort partij is dan in Noord-Frankrijk, waar de aanhangers vaak laag opgeleid zijn, werkloos. Hier zijn het eerder kleine middenstanders, conservatieve katholieken. Disons, il y a un Front National derrière Marine Le Pen. Après, il y a une sociologie de la population qui n'est pas la même dans le Nord et dans le Sud. Je crois qu'il y a, une conjonction de choses. Il y a d'une part un leader charismatique, Marion Maréchal Le Pen. Il y a un programme réaliste. Il y a aussi une attente, et je pense que beaucoup de Français, et tout particulièrement dans cette région, veulent changer des jeux politiques traditionnels. Op de markt in Carpentras gaat het eigenlijk maar om één ding. Truffels, het zwarte goud. Dus dan schiet de politiek er een beetje bij in. Qu'est-ce que moi je vais voter? J'en sais rien encore. Simplement, je sais que je vais voter à droite, puisque nous avons le choix entre la droite ou l'extrême droite. Donc quoi qu'il arrive, je serai à droite. Ja, het wordt rechts omdat de kansloze socialistische partij zich heeft teruggetrokken en kiezers heeft gevraagd om op de kandidaat van de Republikeinen te stemmen om zo het Front National van een meerderheid te houden. Fietsen, wandelen, skaten over een gloednieuw stuk snelweg dat nog niet open is voor auto's. Dat kon op de A4 tussen Delft en Schiedam. Rijkswaterstaat organiseerde een open dag. Wanneer de weg voor auto's open gaat is nog onduidelijk, want er zijn voortdurend problemen met veel te veel grondwater dat tot verzakkingen leidt. Pas als dat probleem is opgelost kunnen de auto's er overheen rijden. En in Rotterdam heeft koning Willem-Alexander het defilé afgenomen ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Korps Mariniers. Zo'n 2000 mariniers en oud-mariniers namen deel. Ook waren er toespraken van onder andere minister van Defensie Hennis. Ter afsluiting vlogen 6 marinehelikopters over de stad. Het Korps Mariniers is het oudste krijgsmachtonderdeel van Nederland. De mariniers zijn opgeleid voor speciale operaties, onder meer in conflictgebieden. Er moet een einde komen aan het gesleep met vluchtelingen in ons land, zei het kabinet 2 maanden geleden. Maar nog altijd reist een aantal vluchtelingen van sporthal naar sporthal. Maar het worden er wel steeds minder. Eerder waren het er nog 3000, nu maar 800. Sinds afgelopen donderdag verblijven ze hier. 200 vluchtelingen, bijna de helft kinderen. En aanstaande dinsdag moeten ze weer weg. Sommige mensen verplaatsen zich zo al bijna 2 maanden van sporthal naar sporthal. Waarom kunnen ze hier niet langer blijven eigenlijk? Deze locatie is er ook niet geschikt voor om mensen langdurig op te vangen. Het vraagt heel veel organisatie, vrijwilligers, medewerkers, veel van de gemeente. En ja, dan moet hier ook weer gesport worden. We helpen dus. De mensen hier smachten naar een beetje privacy en naar uitzicht op beter onderdak. They told us we need to wait, so we are waiting. It's not a big problem, but you know, when you have a lot of children with you, the same group, you feel like sad because they are just playing all the day without going to school, without starting with anything, without finding love, just sleep in one place, wake up in another. I think it's a big problem. This the 8 sports hall we came at. Yeah, we here from 1.5 months. Yeah, it's not good. Yeah, we should go home. Yeah, like in Syria. In Syria we have a home. Here we not, there is no home. Probleem is het gebrek aan goede noodopvang, waar betere voorzieningen zijn en mensen dus langer kunnen blijven. Maar er lijkt schot in te zitten. We hebben afgesproken van we gaan met gemeenten samen om de tafel zitten. En dan gaan we met elkaar kijken van jongens, als iedereen deelneemt, dan kunnen we met elkaar een flink aantal extra plaatsen creëren. En dan moet het mogelijk zijn om begin volgend jaar te stoppen met die crisisopvang. Hier in Twente verzekeren ze in ieder geval dat dat gaat lukken. Het is het meest conservatieve moslimland ter wereld, Saoedi-Arabië, waar vrouwen vooral veel dingen niet mogen of alleen als ze toestemming hebben van hun vader of echtgenoot. En daarom is het een kleine, maar wel belangrijke stap dat vrouwen vandaag voor het eerst mogen stemmen en zich kandidaat mogen stellen bij verkiezingen. Meer journalisten dan kiezers, vandaag bij de stemlokalen in Riyadh. Voor het eerst in de geschiedenis mogen vrouwen in Saoedi-Arabië meedoen met verkiezingen. Very important for the woman. Yeah. It's the first chance to have the ability to serve our social society. A very special day, yes. Yeah. I'm very proud.
Wij krijgen alleen toestemming om in het kieslokaal voor de mannen te filmen. Deze verkiezingen worden wel historisch genoemd, maar ook hier is het niet druk. Bepaald storm loopt het niet in de stemlokalen. De gemeenteraden in Saoedi-Arabië hebben geen politieke macht en nauwelijks iets te zeggen. Vandaag staat er dus niets op het spel. Het belang van deze verkiezingen is vooral symbolisch. De positie van vrouwen in Saoedi-Arabië is de afgelopen jaren beetje bij beetje verbeterd. Ze mogen nu bijvoorbeeld in winkels werken. Maar voor alle belangrijke beslissingen, zoals het aanvragen van een paspoort, is nog steeds toestemming nodig van een man. Autorijden is ook nog steeds verboden. Aziza Al-Youssef is een van de leiders van het protest tegen het rijverbod. Oké, dit is de car. Ik own this car, but I cannot drive it anywhere. I have to be dependent in a driver to take me around. Volgens haar zijn deze verkiezingen vooral een propagandashow voor het regime. I'm boycotting the election. I'm not. I decide not to vote and not to file for to be a candidate. 979 Saoedische vrouwen deden vandaag wel als kandidaat aan de verkiezingen mee. Door naar het weer. Volgens mij wordt het kouder, Marco. Ja, het wordt inderdaad wel even iets kouder, maar echt koud niet hoor. Laten we het minder zacht noemen. Temperaturen inderdaad wat lager. Op dit moment zijn ze zeer hoog, 10, 11 graden. Dit was een fraai begin van de dag, met in het noorden een mooie boog om de zon. Maar ja, als je dit soort bogen ziet, dan weet je al één ding vrij zeker, dat er regen aankomt. En dat hebben we inmiddels gemerkt, want het regent op veel plaatsen in ons land. Deze foto is gemaakt in Harlingen. En als we naar de satellietfoto gaan kijken waar dat dan allemaal vandaan komt, dan zien we een lage drukgebied over de Britse eilanden. Sluierbewolking, maar die wolking wordt veel dikker en dikker. En dan trekt er ook regen achteraan. Die regen trekt nu over ons land en gaat in rap tempo over Noord-Duitsland naar Polen. Morgen klaart het bij ons op. Overigens niet alleen regen, maar ook veel wind op dit moment. Hard tot stormachtig langs de kust. Nou, die regen die kunnen we ook goed zien op de radar. En dan zien we dat vooral in het noorden van het land echt een kleddernatte boel is. De meeste regen trekt over de noordelijke provincies. In het zuiden is het nog wel een stukje droger, maar ook niet helemaal droog. En uiteindelijk krijgen we die achterkant zo rond middernacht over ons heen. Daarna wordt het langzaam wat rustiger, gaat de stormachtige wind eruit en draait ook de wind naar het noorden. Hard blijft het langs de kust overigens nog wel waaien. En de kou komt dan in het noordoosten van het land langzaam het land in. Daar wordt het morgen een graad of 7, 8 in de rest van het land. Dat is zelfs nog iets aan de zachte kant als we dat ten opzichte van normaal bekijken. In het zuiden bewolking en af en toe nog wat motregen, in de rest van het land een beetje zon. Ook wat zon op de maandag, dan is het meest droog en is het ook een graad of 7. Daarna is het weer wisselvallig en halverwege de week wordt het gewoon weer zacht. Tot zover het NOS 8 uur journaal met als belangrijkste nieuws. Er is een klimaatakkoord. In Parijs hebben alle deelnemers daarmee ingestemd. De opwarming van de aarde moet onder de 2 graden blijven. Meer daarover in Nieuwsuur om 10 uur op NPO 2. Ik wens je nog een heel mooie avond.